Yo bro. Nou, we hebben dus die ASMR sessie gehad. Kappen. En dat was leuk, maar voor mij was het toch iets te oppervlakkig om echt goed vrienden te worden. Daar zat ik ook over na te denken van, er moet iets zijn wat we samen kunnen doen. Ja, maar ik denk dat we niet per se echt moeten zoeken naar dingen die we allebei interessant vinden, maar ik denk dat we gewoon even goed elkaar moeten leren kennen en even goed die diepte in moeten met elkaar. Precies, want wij hebben eigenlijk ook helemaal geen gemeenschappelijke interesses. Nee, want jij bent een soort musicalster. Ja, jij bent een soort skinny Rambo. Ja, thanks. Dus we moeten ergens een soort van die kern in. Ja. Waar zat je aan te denken? Nou, ik dacht dus aan een holistische therapie. Heel interessant, maar ik heb geen idee hoe het werkt. Dat zal ik je even haarfijn uitleggen. Holistische relatietherapie. Ofwel het zalven van je geliefden. Dat is een therapie waarbij wordt gekeken naar het mens als geheel. Ja, en het gaat ervan uit dat het lichaam, de geest en de ziel met elkaar in verbinding worden gebracht. Precies, en het wordt ook wel een energetische healing genoemd, want door elkaars energie aan te voelen, kom je nader tot elkaar en creëer je een verbinding. Maar hoe komen we dan tot die verbinding? Nou, daar heb je dus een holistisch therapeut voor nodig. En volgens mij hebben wij er eentje gevonden, genaamd John. Maar ik vraag mezelf af, welke John dan? John Travolta? Nee. John Mayer? Nee. John Legend? Alles behalve. Ik weet het weer! Het is John Nieuwendijk! Oh, John Nieuwendijk! Ja! John, jij bent een holistisch, energetisch therapeut. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Wij gaan jullie samen connecten, verbinden met elkaar, kijken waar jullie overeenkomsten zijn, waar de verschillen zitten, wat er in de weg zit, via het gevoel, via de connectie, via de aanraking. We gaan aarden vandaag. Op die manier sta je stevig en kunnen we de connectie energetisch makkelijker maken met een hogere energie. Oké, interessant. En zijn wij dan al begonnen daarmee eigenlijk? Ja? Ja, eigenlijk begint de sessie al op het moment dat je de afspraak maakt. En ik voel nu ook in mijn benen, in mijn lijf, dat de energie aan het stromen is. Voel jij dat ook? Ik voel het nu nog niet. Ik weet niet of jij al iets voelt. Ik ben wel al verbonden met de ruimte, denk ik. Ja, ik nog niet. Nee. Goed, maar dat kan misschien gebeuren. Want wat is de volgende stap na het aarde, John? Dan gaan we naar boven toe, naar de praktijkruimte. En dan gaan we fysiek met elkaar ook aan het werk. De connectie maken met elkaar via het hart, via het gevoel, energetisch. Zin in? Zin in. Ik leg mijn hand achter op jullie hart. En probeer even met je gedachten helemaal naar binnen te gaan. Ik voel het, want jullie zitten nog heel erg in jullie hoofd. Als ze beginnen te lachen, vind ik het niet erg. Het laat ook zien dat ze zich vrij durven te bewegen. Vrij durven te zijn. Laat dat hoofd maar zakken in je buik. Doei. Ik ben er nog. Tahi Tukukuru. Tonga Ishikashika. Probeer te ontspannen. Het geluid wat uit mij komt is niet iets wat ik verzin, maar het borrelt als het ware uit mij en het helpt het proces waar men in zit. Dit is wel echt bizar. Ik voel gewoon de energie van John voor mijn gevoel stroomt dat nu vanuit mijn hoofd door mijn hele armen. Toen was ik echt iets van de energie aan me aan het doorgeven en toen merkte ik van oh damn, dit is wel echt, dit is geen bullshit. Ik voel wel echt iets. Oh,
als je weet dat je niet mag lachen en je hoort zoiets als het geluid dat John maakt, dan wordt het nog 10 keer zo moeilijk. Ik voel wel weer de energie stromen. Ik begin ook steeds meer te begrijpen waarom John geluiden maakt. Want ik voel ook wel dat dat een soort energie is die ik ook heb. Maak maar geluid. Reina, reina, reina. Toino kowai. Ik merkte bij Ralf wel enerzijds moeite om op hetzelfde niveau te komen als ik. Dus we kunnen alles bij elkaar maken, maar hij had toch wel meer moeite om zich over te geven hieraan. Een soort sandwich zat tussen Max en John, die allebei geluiden aan het maken waren. Voelde een beetje alsof ik buitengesloten was op hun feestje. Jullie rug tegen elkaar, jullie achterkanten van jullie hart. Kunnen jullie elkaars energie een beetje voelen? Ja. Het voelt wel vertrouwd. Ergens. Dat is fijn. Ralf, heb je dit wel eens meer van Max gevoeld? Max' energie? Niet zo, op deze manier? Op deze manier nog nooit, nee. En bij jou, Max, heb je Ralf wel eens zo gevoeld? Nee. Zijn er nog dingen die jullie uit willen spreken naar elkaar? Ik ben wel erg dankbaar dat ik je vorig jaar heb ontmoet, Ralf. Nou, ik voel me nu genoeg op mijn gemak om dat tegen hem te zeggen. Het is fijn dat je dat zegt, Max. Ik probeer een beetje de woorden te zoeken, maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet zo goed waar ik nou op zoek ben, precies. Als we het hebben over energie, het lijkt alsof ik een soort speurtocht aan het doen ben, maar niet weet waar alle briefjes liggen, of er überhaupt briefjes liggen. John praat dan over een energie en of ik dat dan voel, maar ik weet niet waar ik moet zoeken of wat ik moet voelen, dus ik deed eigenlijk maar wat. Max, ja. Als je nu naar Ralf kijkt, wat kun je zien in Ralf wat je voorheen niet zag? Je bent heel rustig, merkte ik aan je, überhaupt als mens. En je hebt ook een nuchterheid dat je zelfs tijdens zo'n diepe sessie gewoon een grapje kan maken. Ik heb wel het idee dat jij in touch bent gekomen met je energie. Toen die klanken eruit kwamen, toen dacht ik wel, hij zit wel op een level. De ene persoon voelt makkelijker aan dan de ander. Ja. En dat zit in het systeem, in het verleden, in alle levens terug enzovoorts. En de ander, je kunt ook zeggen, onder welke sterren ben je geboren. Maar de een voelt makkelijker dan de ander. En is het dan wel mogelijk om tot die verbintenis te komen? Wel degelijk, ja. Ik zie dat er al meer verbintenis is tussen jullie. Tussen jullie beiden. Van eerst compagnons, broeder, vriendschap. Zie ik nu meer verbroedering naar elkaar. En dat is mooi. Dat is hartstikke mooi. Dankjewel, John. Dankjewel, John. Of dit ons dichter bij elkaar heeft gebracht? Ik denk dat jij dat wel vond, maar dat ik aan het zoeken was naar iets waar ik me niet in kon vinden. Maar ik ben ook wel achtergekomen dat ik meer een zwever ben dan jij.
Max, moet er nou echt... Ik denk dat ik toch iets te nuchter ben om dit los te kunnen laten en dit te kunnen doen. Maar je moet ook jezelf openstellen aan die energie. Je zit zo aan de oppervlakte, je zegt ik wil dat diepe in, ik heb er niks van gezien. Ik heb wel mijn best gedaan, hoor. Ja, dat weet ik. Om dat te doen. Ik vond het ook een leuke dag. Ik vond het ook een hartstikke leuke dag. Maar waar hou jij wel van? Want jij houdt niet van ASMR. Blijkbaar kan jij niet echt de diepte in. Nou, misschien kunnen we wel de diepte in, maar misschien niet op deze manier. Misschien in een oceaan. Wie weet. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Begin jij? Ik denk van wel, ja. Ik denk van wel. Vooruit. Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel gezellig. Ja. Maar wat gaan we doen dan, volgende keer? Stokpaardrijden. Let's go.